Zijn we dan op schaatsbaan in Enschede? Laat maar eens even zien wat je kan. Ja, hoppakee. Hallo allemaal, superleuk. Je kijkt naar weer een god. Oké, okay. Ja, mijn vrienden zijn gaan tanden poetsen. En we gaan zo naar Enschede. Dan gaan we ja, schaatsen. Want op dit moment, het heeft wel goed gehoor. Alleen niet genoeg om te kunnen schaatsen buiten. Dus ja, we gaan eventjes lekker naar de ijsbaan. Kijken of het lukt. Want ik heb al echt al heel lang, of we hebben al heel lang niet meer geschaatst. Dus dan wordt het echt een uitdaging om, hè, om nog te kunnen schaatsen. Hé, allemaal. Maar goed, we gaan dus even lekker met de bus naar Enschede. En dan gaan we naar de ijsbaan. Let's go. We zijn aangekomen in Enschede en op een bijzondere plek, want dit is namelijk... Waarom moesten we nou weer hier eindigen? Het Enschede, het FC Twente. Waarom moesten we hier nou weer gaan eindigen bij FC Twente? Maar we moeten volgens mij die kant op, schat. Die kant, oh. Loop ook maar zo nou, op naar de ijsbaan. Goed, nou madame. Zijn we dan op de schaatsbaan in Enschede? Laat maar eens even zien wat je kan. Niet gelijk op camera op je snuffel gaan, dan moet je niet... Oh god, daar gaat ze. Zo, dit is echt lang geleden. Kijk, het schaatst, het doet. Lekker bezig, schat, lekker bezig. Zit ik hier met te lachen hoor, maar ondertussen ga ik zelf ook bijna onderuit. Hoi, yo. Ja, je doet het goed, schat, doe het goed. Even inkomen. Ja, maar dan moet ik ook. Het is net wat ze zegt, het is gewoon gigantisch inkomen. Nou, ja, dan heb ik zo vast, anders dan... Gaat goed. Dat was het, nou, een beetje het nadeel aan als je een camera bij hebt. Ik ben een of de snuffel hier, ja. Daar heb ik nog heel veel staan. Be held back again. You need to resist your own limits. This fire is burning. Ah, dat is steeds beter. Ja. Ben ik er vast? Ik wou net zeggen. Ja. Eerst keer spannend hoor, altijd. Eerst keer schaatsen. Ik ga gelijk gewoon mee. Hè? Ik ga gewoon met je mee doen. Jij doet de vaart en ik ga gewoon mee. Lukt het? Ja, althans probeer ik. Weet je wat grappig ook is van het schaatsen, dames en heren? Op het moment dat je aan het vloggen bent, dan gebeurt er altijd iets dat een jongen bijvoorbeeld net even op een verkeerd moment onderuit gaat. En ik weet niet, dat is grappig. Totdat je zelf onderuit gaat. Hè, schat? Totdat je zelf onderuit gaat, dat is niet zo grappig, Minnie. Daar niet meer. Maar ja, ik krijg ook energie van jou, hè. Het belangrijkste met schaatsen is altijd dat je naar voren kijkt. En nooit naar achteren, want dan kun je lelijk vallen. Dat heb ik voor mij. Wat doe je? We gaan steeds sneller, heb je door? Ja. Steeds een beetje sneller. Ah, dit is toch schattig, kijk dat. Sommigen die komen ook gewoon niet verder dan de rand hier, hè. Die blijven echt gewoon een beetje aan de rand hier, omdat ze het ook anders niet kunnen. Kijk, nou krijg ik een beetje vaart erin. Kijk, samen sterk, hè. Samen sterk. Topsport hier zo, hoppakee. Zonder handen. Hoep, hoep, hoep. Dit is echt zo lang geleden dat ik gewoon geschaatst heb, hè. Jeetje. Nou ja, en zoals altijd horen natuurlijk een beetje bepaalde shots bij als je gaat schaatsen, dus kies maar volgende shots. Your one limits, this fire is burning. Willen de kinderen van FC Trios zich klaarmaken voor de trek? Willen de kinderen van FC Trios de huurschaatsen in de richting klaarmaken voor de trek? Wil maar eens zich even melden bij de ballenbak. Pardon? Ik ben zo in mijn nek, even goed. Oké, ik wil dus even een shot maken en toen ineens... Ja, hoppakee. Volgens mij heb ik op mijn beeld staan. Ik moet gewoon letterlijk gewoon mijn camera zo houden, joh. Er is altijd een kind hier dat op zijn snuffel gaat. Maar jij niet, schat. Je bent lekker bezig. A few moments later. Yes!
Het blijft ook gewoon grappig als je het gewoon ziet. Mitty, Mitty, Mitty. Dit is sadistisch. Zo kun je niet zijn. Maar het zijn ook gewoon één keer dezelfde types die onderuit gaan. Ja, wel een bikkel hoor, die kleine. Zie je dat? Die kleine. Het is echt een bikkel. Ja, toch wel bijzonder, hè? Zelf ben ik nog helemaal niet onderuit gegaan. Als je me kunt staan, zelf ben ik nog helemaal niet onderuit gegaan. Gewoon een kwestie van rustig schaatsen. Hé, hey, volgens mij geetje. Er heeft iemand haast hier zo. Ah, ik ben snel jij. Ah, oh, ja, je bent snel jij. We hebben echt een ruime ijsbaan zo. Een groot springkussen. Ja, alles vergt natuurlijk onderhoud, dus ook een ijsbaan. En kijk hoe ze dat hier schoonmaken. Een mega grote machine gewoon op de ijsbaan. Zie je dat? Even een ijsding. Ja, zeker. Volgens mij schuiven ze nu al het ijs van de baan af. Kijk, het zie ik daar. Allemaal gewoon een stuk gladder. En op die manier houden ze het een beetje bij allemaal. Het is allemaal schoon. Lekker bezig, maat. Lekker bezig. Dus je moet lekker chill zitten op dat autootje daar zo. Noem je hem nog maat? Ja, ik noem hem maat. Ja, het is een maatje. Lekker bezig, maatje. Lekker bezig. Hey, kijk hoe ze het rol gaan. Goed. Ik probeer nu een complimentje te maken, oké. Okay. Sorry hoor. Oké, okay, je ziet het niet zo heel goed meer, maar ze hebben ondertussen de ijsbaan weer even helemaal glad gemaakt. Ja, gaat goed, gaat goed. Oh. Ja, hier kun je wel beter zien. Je ziet hier zie overal op glinsteringen op het ijs. Je hebt het heel goed kunnen zien, maar je ziet een klein beetje glinsteringen. Ja, ondertussen heeft iedereen natuurlijk alweer een beetje geschaafd. Dus het hele ijs is alweer een beetje... Overal zie je alweer van die witte dingetjes, zie je dat? Overal, kijk, ja, helemaal. Overal weer van die gele, of van die, gele hoop ik niet. Gele? Nee, ik hoop het niet, geen gele. Overal weer van die witte-achtige... Kleven. IJsjes, ijs. Nou, wel relaxed zo. We hebben een lekker vaartje erin zitten. Romantisch hoor. Samen schaatsen. Ja, gaat er iemand op zo'n snuffert hier? Oh, dit hebben we die jongen vandaag. EHBO. Wij doen het. Ja, kijk, dat is echt topsport hoor. Als we dat gaan nadoen, dan hebben we wel EHBO nodig vandaag. Kijk dan, jeetje. Blijf fascinerend om te zien dit. Je moet het maar kunnen hoor. Zo, voor een klein ventje. Jeetje. Hoop ik je loopt bij je op kunst schaatsen. Ja, samen vormen we een goed team. Wauw. Ik voel het goed. Nou, gaan we weer. Goed. Gaat goed. Ik voel bijna. Nee. Nee, ik voel niet. Bijna wel, hè? Nee, ging goed. Ging goed. Goed zeggen, hè? Hey. Ging er even iemand onderuit. Mag niet om lachen, hè? Dat is sadistisch. Mag niet. Huh? Ik zeg, je mag niet lachen als iemand anders onderuit gaat. Dat is sadistisch. Dat is hartstikke leuk, maar we gaan toch wel even die schaatsen weer uitdoen. Want het begint een beetje pijn te doen, dus ik zie je zo buiten weer. 3, 2, 1. Goed, we zijn inmiddels weer thuis en schattig, die wilde net dat ze lag te slapen. Heb je het nou gefilmd? Nee joh, kom je erbij, ik kom je later achter in de vlog. Heb je nog gefilmd? Dat kom je later achter in de vlog. Maar ondertussen heb ik ook weer een nieuw pakketje binnengekregen. En dat pakketje dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Dus wees erbij in de volgende vlog. Dan ga ik jullie uitleggen wat voor pakketje het is. Ondertussen gaan we even lekker een broodje warm maken. Of eten maken. En dan, dan was dit de vlog weer voor vandaag. Hoop ik heb je gewoon een beetje van genoten. Vriendin, je blauwdampje mocht je vriend hebben op mijn kanaal. Hier ben je niet gedaan. Check je gewoon weer. Ja, nog steeds bij de volgende vlog. Want we zitten nog niet in 1000 vlogs. Blijf even kijken. Was hartstikke leuk schaatsen. Binnenkort gaan we nog met Tessa om te bij schaatsen. En dan gaan we allemaal lekker op onze mail. Maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Blijf positief. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag.
Peace. Het was lekker. Oh, leuk.